Afgelopen maandag werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe gemeentehuis van Drechterland. Burgemeester Rob van der Riet verrichtte deze ceremoniële handeling samen met een aantal kinderen van de nabijgelegen basisschoolmeester Spicht. We vroegen de burgemeester of hij blij is met het tot nu toe behaalde resultaat. Ja, wel natuurlijk. We hebben hier 6-7 jaar met elkaar over gesproken om het echt optimaal te kunnen laten zijn. Meteen het hele centrum op te knappen tegen aanvaardbare kosten. En ik denk dat we daar nu mee op weg zijn. Het ook te maken met de samenwerking tussen Stedenbroek en Enkhuizen? Nou, dat is er naderhand bijgekomen. Het besluit om een nieuw gemeentehuis in Drechtland neer te zetten is al voor die tijd genomen. En het is nu opgenomen in de huisvesting van de drie gemeenten. Anders zou je kunnen zeggen, als je kiest voor centrale huisvesting, dan zou er op één locatie één groot nieuw gebouw moeten komen. Of dat een wijze keuze is, dat weten we niet. Dat weten we over 10 of 15 jaar. Maar vooralsnog is ervoor gekozen om gewoon in de bestaande huisvestingen, dus eigenlijk ook het vervangende gemeentehuis van Drechtland, te gaan huisvesten. En daar is dit gemeentehuis wat er nu komt gewoon eigenlijk een onderdeel van de hele SED-huisvesting. Ja, ik begrijp ook, het wordt een integraal onderdeel van een groter plan. Middenstand, cultuur enzovoort. Ja, als u goed naar Hoogkaspel kijkt, dan is het in Drechtland een van de kernen waar eigenlijk geen echt dorpshuis aanwezig is. Hoogkaspel heeft geen centrale cultuurhuisvesting of dorpshuis, zoals je dat wilt noemen. Daar vervult dit gemeentehuis ook een rol in. En dat is ook met name vanuit de politiek wel een belangrijke overweging geweest om het gebouw in elk geval door te zetten. Omdat ze ook zeggen van, als het niet meer als gemeentehuisdienst zou doen, en dat is nog maar de vraag of dat zo is, dan wordt het een volwaardig dorpshuis voor het dorp Hoogkaspel, dus eigenlijk in het centrum. En het vormt een eigenlijk heel belangrijk onderdeel van centrumplannen, waarmee eigenlijk het nieuwe centrum van Hoogkaspel vormt wordt gegeven.